Gaaf. Bas? Echt een modeshow, hè? Bedankt. Goedemorgen. Dankjewel. Ja, u heeft de fiets weer gevonden? Ja, dat klopt. Ik zag hem vandaag staan in Oud-Muiden. En nu zag u gelijk dat het zijn fiets was? Nou, ik had vanochtend in de krant gelezen dat iemand in de Muiden zeg maar, zijn fiets kwijt was. Met een heel mooi verhaal erbij eigenlijk. Nou, het was een vrij opvallende fiets, dus het was wel heel toevallig dat die fiets daar stond. Zeg maar, hè. En het feit dat ik het gelezen had, denk ik, nou ja, kan haast niet anders dan dat dit de fiets is van Sebastiaan. En jij hartstikke blij? Ja, heel blij. Totaal niet verwacht. Ja, je kreeg een telefoontje en toen? Ja, toen was ik wel blij, maar ook dat ik het niet kan geloven. Dat echt mijn fiets het was. Ik dacht gewoon een andere fiets was. Dat er vergissing was. En ik begreep dat de politie je toen heeft opgehaald om te kijken of het echt jouw fiets was? Ja, klopt. Toen heb ik mijn reservesleutels gepakt. En hij paste. En ik begreep dat de agent ook nog mee had gelopen met de postbezorging? Ja, klopt. Het scheelt me enorm. Het is veel lichter nu. Ja. Dus hij mag morgen wel meer met je meelopen? Ja, graag. een goede hulp. En je zet voortaan je fiets goed op slot, of? Ja, dat ga ik zeker doen. Ik ga het zelfs nog 2 keer controleren. Ja. Maar nu in ieder geval hartstikke blij. Ja, heel blij. En ik wil iedereen ontzettend bedanken die mij gesteund heeft. Ja. Want heb je veel reacties gekregen? Ja, best wel veel. Vooral van abonnees. Hoe erg ze het vinden. Die wil ik ook heel erg bedanken, de abonnees. Nou, hier is je kans. Je kan in de camera kijken en de mensen bedanken. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik zal dit nooit vergeten. Dat jullie mij hebben gesteund. Heel erg bedankt.